Hetgene waar veel van mijn werk eigenlijk over gaat, is over het verhullen en het blootgeven en je afsluiten. En dat is altijd waar je naar op zoek bent in je kleding ook en in je jurk, is hoe kun je dat verbeelden. Fashion designer Jan Taminiau is constantly looking for new ways to expand his romantic world. Often, these new ways lead him back into history, to explore rich traditions, half-forgotten crafts and original fabrics. Taminiau just as easily gets his inspiration from the region where he grew up, in the south of the Netherlands, as well as from faraway places. In 2003, Taminiau launched his own label, and since then, he has presented his creations at fashion shows all over the world, drawing the attention of the international fashion press and of celebrities like Beyoncé, Lady Gaga and Dutch Princess Maxima. Een couturejurk herken je hoe moeiteloos die om je lichaam heen zit. En een couturejurk past ook alleen maar jouw lijf. Kijk, ik doe natuurlijk niks met kledingmaten. In het werk wat ik maak, gaat het om jouw maten. En naar die verhoudingen moet mijn jurk zich gaan verhouden. Hierachter zit die band langs waar dat uitkomt. Ja. Dus hij moet niet zo kaarsrecht zijn. Dus er zit meer volume in die onderste kant? Ja. Okay. Ja, en dan ook niet naar achteren doorvult. Hè? Dus dat je alleen dit voorstuk invult, dan krijg je achter denk ik al heel snel een soort rare billen. We zijn ons op dit moment het klaarmaken voor de Parijs Culturen Show in juli. Dit is dan de eerste duidelijke tekenen die ik heb gemaakt, waardoor we ergens kunnen gaan starten in het zoeken. En daarna is het over het algemeen, gaan we door in materialen samenvoegen en dan wordt het meer een organisch proces. In principe beginnen we dus met materiaalproeven. Dus hier zijn we rondjes gaan snijden in een foammateriaal om te kijken wat dat, of dat uiteindelijk het gevoel oplevert wat we zoeken. Daardoor zijn we weer rondjes gaan knippen in tulle en dat weer bij elkaar zetten, waardoor we dus volumes kunnen creëren. En dat hebben we op allerlei verschillende manieren zitten doen. Zo is het dan de hele tijd zoeken naar de materialen en de verwerkingen, hoe we het kunnen gebruiken. En hier worden dan uiteindelijk, hier zie je ook weer een onderdeel erop, worden alle beleidingen weer verder opgezet en omheen gewerkt. En zo ontstaat dan langzaam de collectie en dan gaan we elke keer fine-tunen van oké, de schouder moet iets heftiger of moet iets rustiger of moet iets, zodat het allemaal één soort kloppend verhaal wordt. Top. We moeten toch nog even gaan kijken of we het op een of andere manier iets bij kunnen knippen. Toch? Ja, denk ik ook. En dat lijkt heel lang. Voorheen zat je natuurlijk zelf eerst dit hele proefstuk te maken. En dat kostte heel veel tijd. En dan zit je in de tussentijd, ben je al heel ongeduldig om naar het volgende te gaan. En nu kan dat allemaal met het team wat je hebt, kun je dat nu ook doen. En daarvoor zijn we ook naar India gegaan om te kijken. Omdat, daar zit natuurlijk zoveel kennis ook nog van de ambacht en van het borduren. En daar doen ze het ook nog echt. Dus daarom ook daar gaan kijken. En zijn we nu aan het kijken hoe we dat kunnen integreren. Dus het is ook echt helemaal handgeweven. Dus er zit heel veel verschil in elke bal. Omdat de bal, dat ze dan de ene keer hebben ze de cirkel zo ver gedaan en dan weer zo ver. Dus dat maakt ook de moeilijkheid voorleen. Maar dat maakt het uiteindelijk ook alweer de schoonheid van het materiaal. Dat het ook echt dat handmatige heeft. En dat het ook dat al, net zoals bij deze lappen, dat het ook dat verweerde heeft. En dat je ook ziet dat iemand dat echt nog met de hand heeft zitten doen. En dat je dus ook bijna dat aquarelachtige gevoel daarin hebt zitten. Dat het lijkt alsof die vlek gewoon is gaan vloeien. En je ziet hier, stopte ze voor de dag. Dus je ziet aan het patroon, dit is wat ze in een dag weven. Dus er zit zo achter het getouw en dan is dat weer een dag. En dan zie je een stukje verder, zie je weer de dag. Juist zodat het geleefd heeft, heeft het ook die schoonheid die, zeg maar, bij ons als mensen ook de schoonheid is. Dus als je leeft, word je als het goed is mooier. En daar word je rijker van. En dat is hetzelfde met materiaal. Als dat een leven heeft gehad, heb je natuurlijk vlekken van het leven of gaten van het leven die gewoon een soort uitdrukking geven aan het feit dat, dat het doorgaat en dat het verder gaat en dat het dat iets een historie heeft. En, ja, het is ook soms leuk om te koesteren wat we hebben en te laten zien wat we hebben. Dus die gaat veel meer gewoon zo liggen. En dat is dan een kort bolerootje en daar komt dan een jurkje onderuit. En hier zit een stippenjasje. En die blauw, rood. En er zit dan een krep jurkje onder weer. Met dit soort bijna barokke krullen. Dan heb je deze poederroze en dan zit dit hier als jasje. Komt hier zeg maar uit. En dan komt hier zo in deze kleur, komt dat er weer onderuit. Elke keer als je weer een jurk hebt gemaakt, is de droom weer van een nieuwe jurk. En een nieuw paar schoenen. En nee, dat is de lol in het leven. Is elke keer die ontwikkeling een stap verder laten gaan. En nee, maar kijken hoe lang we leven en hoeveel we hebben kunnen doen.